De laatste spreker, Robert van Toren, van waterschap Drents-Overijsselse Delta. Goedemiddag. Nog een 20 minuutjes, kwartiertje, even de aandacht vasthouden en dan is er een borrel. Ik vind het wel heel leuk om als laatste iets te zeggen. Niet om het laatste woord te hebben, maar er zijn zoveel lijntjes die ik hier hoor en van alle voorgaande sprekers. Het is eigenlijk te verleidelijk om daarop in te gaan. Dus ik zal proberen een beetje mijn eigen verhaal te houden wat ik had voorbereid. Maar het is leuk om te zien dat er zoveel verbanden zijn. En ik hoop ook te laten zien dat waar wij nu mee bezig zijn, het traject waar wij nu in zitten bij het waterschap, dat het ook past in deze lijn, zeg maar, bij deze tijd. En mag je zelf wat van vinden zo. Ja. Akker zei al van, hoe presenteren waterschappen zich nou? Het was een heel basaal begin van Heemschut om gewoon eens te kijken, goh, wat vinden we van een waterschap? Dit is een plaatje hoe wij ons presenteren. Ik vind het sowieso een heel praktisch plaatje, want je ziet ook het nieuwe waterschap. Het programma stond de Drentse aanpak, maar het is een stukje Drenthe, maar we hebben ook heel West-Overijssel in beheer. Dit was vroeger Groot-Salland tot 2016. Dit was Rees ten Wiede. Het loopt nu tussen Assen in het noorden en Deventer in het zuiden. Dit is een hele lap. Maar goed, hoe presenteren wij ons nou gewoon? Hè? Het is een algemeen plaatje. Nou, dat zijn de standaard zaken als gemalen en dijken. Maar we hebben gelukkig ook een plaatje watererfgoed. Dus we zitten al in de fase dat we ook wat willen laten zien daarover. Nou, heel kort, hè, wie zijn wij, waterschap Drents-Overijssel Delta? Dit zijn in ieder geval een paar van onze heel basale dragers van het erfgoed, maar ook meteen heel basale waterbeheerinstrumenten eigenlijk. Dit is een stukje Sallandse wetering. Nou, we hebben kilometers aan weteringen, aan kanalen en wat dan ook liggen. Zijn gegraven, de oudste van de Sallandse wetering hier gekomen uit de 12e eeuw. En ze doen er gewoon nog steeds dienst. Ze zijn steeds groter geworden, uitgebreid, aan elkaar verknoopt. Nou, dat is tot met de jaren 1950, 1960 doorgegaan. Ze functioneren nog steeds en naar behoren. De dijk bij Zwolle, dit is de brug naar Hattem. Een klein stukje verderop is een keer archeologisch onderzoek gedaan naar hoe oud is de dijk. Toen wij de dijk bij Westerholte gingen verleggen in het kader van ruimte voor de rivier. Archeologisch onderzoek nagedaan, die dijk bleek aanvankelijk zo'n kadertje te zijn uit rond 1100. Nou, dat is toch wel mooi dat er rond 1100 dus al gewoon hier dijken gebouwd werden. Of we daarmee de oudste zijn, wil ik helemaal niet zeggen. Want onze papieren zijn niet zo heel sterk. Maar in 1308 in ieder geval was er wel sprake van een doorgaande streekbedijking in Salland. En vrij kort daarna ook in het land van Vollenhoven. Dus het gaat al lang door. En of wij nou echt ook de oudste zijn, ik denk de marken, zeg maar, en dat vind ik ook een stukje voorloper van gemeente, ja, die deden het eigenlijk allemaal. Nou, dan zitten we nog ouder, maar nou, om die knuppel nou hier nog verder het hok in te gooien, doen we niet. En eigenlijk de laatste, dit is, ik weet niet of die hem herkent, dit is eigenlijk een broertje, zusje van dit gemaal, gemaal Stronk, ja. Bestaat volgend jaar 100 jaar, hebben we dus eigenlijk tegelijkertijd gebouwd, is tegenwoordig uitgebreid. De schoorsteen is eraf. We zijn nu aan het denken, wat willen we er in de toekomst mee? Hè? Misschien moet de schoorsteen ook weer terug, kunnen we mede gebruiken? Nou ja, we zullen zien. Maar dit is het waterschap, anno nu. Erfgoed is een... wat doen wij daar dan nu mee? Eigenlijk is het, als je digitaal bent, besta je. Nou, sorry, ik verwijs weer even naar je onderzoek. Maar in praktijk is het zo, als je niet te vinden bent op internet, dan besta je eigenlijk niet. Dus ja, we hebben een stukje genieten van water. Daaronder valt onder andere, ik kan net niet zien, gemaal Stronk. Maar wij doen wel gelukkig iets meer met erfgoed. Dus bij de race wordt dan een sluisje gebouwd. Toch een beetje terugvallen op hoe het vroeger ging. Wij ons beheer en onderhoud houden niet echt rekening mee. Met erfgoed, dat is gewoon, we doen dat gewoon ons werk. Maar het feit dat hier een smalspoorkraantje rijdt over een smalspooronderhoudspad. Delen van het land kennen dit soort onderhoudssysteem, maar ook hele grote delen niet. Voordat ik in deze regio gewerkt had ik echt nog nooit van dit soort dingen gehoord. Ik vond het heel bijzonder dat het er was en dat je er ook gewoon overheen mag lopen. Maar ik zit ook een stukje, zo doen wij het in deze regio qua berenonderhoud vanaf de jaren 60, heel in ons gebied. Kan je eigenlijk ook rekenen tot een stukje erfgoed. Nou, gemaal Stronk. Eigenlijk, als je het hebt over erfgoed bij het waterschap, gaat het eigenlijk altijd over objecten. Waarvan Stronk toch wel bij ons in de regio als gewoon de grootste wordt gezien, de parel. We hebben erfgoedbeleid,
Dat hadden de twee rechtsvoorgangers al dat, Groot Sallandsund Race ten Wiede, 2008, 2009. Er is ook een subsidieregeling aangekoppeld, die bestaat nog steeds. Dus ik denk dat wij erfgoed wat in eigendom is van een ander, en dat wil bijvoorbeeld op wil knappen, nou, dan hebben we daar een regeling voor om daar aan bij te dragen. En dit is eigenlijk een van de laatste documenten die gemaakt is. Dit is het ruimtelijk perspectief dijk in Overijssel. Wij hebben een behoorlijke opgave in West-Overijssel in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Echt kilometersdijk moeten worden aangepakt. Loopt nu in Zwolle wat, tussen Zwolle en Olst, in Zwolle zelf. Bij Dalfsen wordt er zo meteen begonnen. En het gaat maar door, zeg maar. Dus hier hebben wij samen met de provincie Overijssel in beeld gebracht. Wat zijn nou eigenlijk de ruimtelijke kwaliteiten van de dijken die wij hebben? Hoe zien die eruit? Wat is nou eigenlijk kenmerkend van zo'n dijk? Want ze blijven groeien. Hè? Deze dijk vele malen groter geworden en zal blijven groeien. Maar wat is nou de karakteristiek ervan en hoe kan je daarmee omgaan? Nou, ik kom daar nog even op terug. Oh ja, er is ook een stukje nog watererfgoed. We hebben het geïnventariseerd, 2008, 2009. Die inventarisatie is gekoppeld aan een digitale kaart. Met allemaal kleurige stipjes en vlekjes. Elk staat voor een bepaalde categorie. In ieder geval van hoe je ermee om dient te gaan. Zijn gekoppeld aan een kleine factsheet met een klein beetje informatie erover. Nou, dit is eigenlijk wat wij nu hebben aan erfgoed, hoe we dat doen. En dit kun je gewoon via de website vinden. En met een beetje zoeken kun je het ook gewoon op je telefoon krijgen via een openbare app. Nu in het kader van, nu loopt eigenlijk een actualisatie om het beleid wat we hebben, dus 2008, 2009, om dat eigenlijk te harmoniseren. Heel praktisch, hè? We zijn gefuseerd, nieuw waterschap, nieuw beleid. Het is ook een beetje gedateerd eigenlijk. Het was prima hoe het was, maar het past niet echt meer bij deze tijd van alle dingen wat we nu verlangen van een goed manier van omgaan met erfgoed. Duurzaamheid, hè, daar vind ik, hoort eigenlijk ook erfgoed bij. Dus de aspect tijd, aspect ruimte en landschap. Daar kun je best iets meer hand en voet aan geven. Ja, en het woord is vaak geval omgeving, omgevingsschappen. Nou, dat is wel flink doorgevoerd, maar waarom ook niet. Omgevingsgericht werken. En wil je gewoon in je omgeving op een goede manier omgaan met... wil je in een bepaalde omgeving met mensen je werk goed kunnen doen, dan zou je toch met die mensen op een hele redelijke en zinvolle manier je verhaal moeten kunnen vertellen. Nou, dan is erfgoed... En een instrument om te kunnen gebruiken, maar ook gewoon, je dient in ieder geval zorgvuldig om je om te gaan. Dus dit traject loopt nu. Binnenkort, eind van het jaar, komt het in ons algemeen bestuur. Qua beleid, van hoe willen we hiermee verder gaan. Maar ondertussen zijn we ook bezig om er meer handen en voeten aan te geven. Want op het moment dat wij dit in onze ambtelijke organisatie goed weg kunnen zetten, dat mensen er gewoon weten wat het is, weten hoe je ermee om kan gaan, dan worden je projecten in principe ook gewoon beter. Ik neem dat gewoon mee, wat achterin ook werd gezegd. Naast ecologie en de hydrologie zou je erfgoed natuurlijk ook gewoon standaard mee kunnen nemen. Deze actualisatie gaat over het gebouwde erfgoed. Maar de archieven die we hebben, die zijn nu echt ontzettend verstopt. Zelfs medewerkers die goed zoeken, die kunnen het nog haast niet vinden. Dat het eigenlijk allemaal gewoon wel ergens bekend is. Dus hoe gaan we dat nou beter ontsluiten? Hè? Dat ook via de website kan zien. En onze inventaris hebben we ook niet zo heel gek veel. Maar er is wat een en ander. Moeten we ook beter gaan ontsluiten. Maar goed, één voor één. Komen er. Op dit moment loopt dus die actualisatie van het in beeld brengen van ons ruimtelijke erfgoed. Zo te zeggen. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met het Oversticht. Dat is een tegenwoordig zelfstandige organisatie gespecialiseerd in erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. En het bureau Bos en Slabbers, landschapsarchitect. We zijn bezig om die systematische waardering van ons erfgoed beter in beeld te brengen. Maar ook te verbreden naar landschap. Dus gewoon in wat voor omgeving, wat voor plaatje staat zo'n monument of object. Maar ook puur het landschap zelf. Heel praktisch ook, je hebt de Polder Masterbroek en het Kampereiland, de Kampereilanden. Voor wie het kent, de ene is een polder, heel rationeel ontgonnen, echt blok, 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 hartstikke mooi. En het andere is eigenlijk een oud krekenlandschap, wat gewoon de opslimming is ontstaan. En wat een hele andere structuur heeft, ligt hemelsbreed, ligt gewoon pal naast elkaar, heel verschillend. Maar we gaan nou in ieder geval niet meanderen in de Polder Masterbroek. Of proberen een kanaal door het Kampereiland heen te leggen. Nou, klinkt heel voor de hand liggend. Maar alles wat minder voor de hand liggend is, is ook fijn om daar informatie over aan te kunnen reiken aan mensen. Zodat iedereen weet hoe die er goed mee om kan gaan.
En het laatste is de stap naar ruimtelijke kwaliteit. Dat is een begrip wat wij binnen het waterschap steeds beter eigenlijk leren kennen. Vooral door het hoogwaterbeschermingsprogramma. Ruimtelijke kwaliteit is daar gewoon een ding om mee te nemen, een randvoorwaarde. Ook wel een hele lastige, van wat doe je extra en wat doe je gewoon omdat het moet. Maar de gedachte nu is om dat allemaal in één rapportage bij elkaar te brengen en gewoon een handreiking aan te bieden. Gewoon in beeld te brengen van wat kan dat dan zijn. Nou, grappig, we hebben vaak over hierover gehad. Hè? De uitnodiging gaat over waterstaatserfgoed. Maar ja, je hebt ook watererfgoed, zo noemen wij het tot nu toe. Je hebt het woord waterschapserfgoed. Het hangt eigenlijk helemaal af van het verhaal wat je wil vertellen, eigenlijk. Even als voorbeeld. Een brug. Er zijn waterschappen die beheren bruggen. Maar in ons gebied beheren we geen bruggen. Maar we hebben ze wel als watererfgoed aangemerkt, want ja, het gaat over het water. Voorstel is om dat niet meer te doen, in ieder geval in ons geval. Een stukje Drentse kanalen is dan een heel mooi gemaal. Een serie van allemaal gemalen met een sluiscomplexje in het Drentse kanalenstelsel. Hartstikke mooi. Het is in beheer van de provincie Overijssel, althans het vaarwegbeheer en het pijlbeheer daar. Maar wij zijn de waterkwaliteitsbeheerder. En een deel van dit soort kanalen doen wij al het pijlbeheer, maar niet in deze. Nou, vraag, is dit nou erfgoed, is dit nou waterschapserfgoed? Als je het even met je streng in de leer bekijkt. Of is dit gewoon iets, ja, dit is van de provincie. In Drenthe zijn nog wel een aantal provinciale monumenten. Nou, er staan deze bijvoorbeeld op. Ja, hoe doe je dat nou? Dat is de Hogeveense Vaart, hetzelfde soort verhaal. De dijk tussen Vollenhoven en Kuinderen. Ja, was een primaire kering tot begin van dit jaar, is nu afgewaardeerd omdat het achter een zeekering ligt, een andere kering. Heeft nu eigenlijk geen functie meer voor het waterschap, waterkeringstechnisch gezien. Dus het hele beschermingsregime wat erop zat, ja, is vervallen. Nou, wat gaan we ermee doen? Want het is wel eentje met allerlei kolken erachter. Het is echt een heel mooi stukje verhaal. Enerzijds het oude land, anderzijds de Noordoostpolder. Wat gaan we ermee doen? Nou, mag bestuurder iets over vinden. Nou, nog een sluisje. Niet voor het waterweer, maar vooral voor turfwinning neergelegd. Het zegt echt iets over de regionale geschiedenis. Nou, in hoeverre link je dat ook tot je waterschap? En heb je hier nog de particuliere Amerikaanse windmolen? Heel veel van in Noordwesten Overijssel. Ja, staan we er ook voor open? Nou, net hoorde ik al van, je moet toch een beetje focus aanbrengen op wat je wil. Want anders heb je de wereld en dan, dat is gewoon te groot. Maar ergens moet je nog een soort keuze in maken. Nou, daar zal het bestuur ook iets over mogen vinden. Voorstel in ieder geval om in ieder geval als werktitel te nemen, wat is nou, hè, laten we gewoon waterschapserfgoed, die titel gebruiken we nu. Omdat dat het meest gericht is op wat het waterschap doet en ook iets van vindt en bereid is om misschien ook bij te dragen. Maar het dan ook meteen te verbreden naar de archieven, de hensbekers of in ieder geval de glazen en andere roerende zaken. En natuurlijk ook gewoon de objecten buiten. Het is eigenlijk een werktitel die gewoon uit literatuur is gezocht en praktijk. En waarvan wij denken, nou, dit is werkbaar. Nou, waar we nu mee bezig zijn, dat wordt een boekwerkje. Het boekwerkje is nog in concept, is nog niet klaar. In ieder geval de voorkant. Wat we onder andere doen is ons gebied opknippen in 8 deelgebieden. Om per deelgebied het verhaal van het water in een heel kort stukje tekst neer te zetten. Daarnaast een kaartje van, nou, dit is dat gebied met al die objecten die daarin genoemd worden. Hierin staan ook, je kan het haast niet zien, kleine rode stipjes, ons huidige watererfgoed ingetekend. Zodat je ook een beetje een relatie kan leggen tussen de objecten, bijvoorbeeld in de IJsseldelta, in dit gebied, het Drents Plateau, wat zit daar? Hier zitten vooral stuwen, nou, die kom je hier niet tegen. Het is veel laag, het is poldergebied. Het Vechtdal, het Reesdal, ze hebben allemaal een eigen verhaal. Maar goed, breng dat totale verhaal maar gewoon eens in beeld. Dit is ook iets wat we eraan hebben toegevoegd. We hebben gewoon 3 voorbeelden. Om gewoon in het kader van ruimtekwaliteit. Denk eens na als je gaat meanderen of een beekinrichting doet. Waar moet je dan aan denken? De cursus bekerstijl die je zo meteen gaat starten, volgt ook zo'n soortgelijke methodiek. De volgstap om te gaan doen is uiteindelijk om de lijst van objecten die we nu hebben, om die wat beter te waarderen. Nu staat er vaak een waardering in plusjes en minnetjes, maar die gaan we toch proberen wat inhoudelijker te vullen, zodat je ook het verhaal kent. Dan gaan we weer het verhaal van zo'n object. En als je dat kan plaatsen in een grotere context, nou, dan
ben je beter beslagen om gewoon je verhaal te vertellen of mensen van informatie te voorzien. Maar goed, dat is nog wat we gaan doen. Nou, binnenkort is ons dagelijks bestuur, of algemeen bestuur, mag je hier ook wat over vinden. Stelling is in ieder geval, het is van waarde voor ons, maar ook voor de mensen in ons gebied. Het is niet alleen van ons, het is van iedereen. En daar mogen we best wel wat trots op zijn. Dat mag je tuin op een woudagemaal, maar ook op een, als je ergens in een gebied woont en vlakbij je dorp of bij je huis, of bij je, daar staat een gemaaltje en dat doet ook iets. Wat is nou het verhaal van dat gemaaltje? Er zitten allerlei schaalniveaus in. Het is over historische waarde als pijler, hè? Waarom kan je dit vinden? Een stukje over waterbewustzijn, dat is voor een waterschap gewoon heel relevant. Asset management, hè? Gewoon puur het beheer van je zaken die je hebt. En of ze nou oud zijn of nieuw. En omgevingsgericht werken. Dus en dat zijn allemaal factoren die naar mijn idee ook wel een rol spelen of iets wel of niet relevant is om als erfgoed te bewaren. Nou, dan kun je allerlei, op de trap allerlei treden op, weten wat je hebt. Dan hadden we de inventarisaties, rekening houden met, iets volwaardig en doelbewust inzetten of maximaal benutten, dat je het echt als leidend principe gebruikt. Dat is een aantal verschillende, wat zijn dan de consequenties? Maar middelen, financieel, als je weet wat je hebt, hoef je eigenlijk niks mee te doen. Dan kan je het gewoon heel goedkoop houden, je doet soms wat. Als je er rekening mee houdt, doe je soms wel wat, soms niet. Het woord ad hoc, eigenlijk heb je dan ook nog net niet iets, maar je doet soms wat. Als je bent dat je het volwaardig en doelbewust inzet, dan ga je het veel, neem je het gewoon mee in je dagelijkse werk, in je begrotingen, in je plannen, in je opgaves. Ja, dat gaat zich op een of andere manier wel terugverdienen, doordat projecten soepeler lopen, omdat het draagvlak is. Een stukje waterbewustzijn, wat gewoon heel belangrijk is voor waterschappen. Ja, en als je het maximaal inzet, dan zou je waarschijnlijk wat hogere kosten hebben, maar haal je er ook meer uit. Als je het hebt over ambitieniveau, hier zou je iets als ambitie op kunnen doen. En dan kun je het ook nog weer koppelen aan iets wat heel zichtbaar is en heel beeldbepalend. Dan ga je wat hoger zitten en bij andere dingen wat lager. We gaan het zien. Ja, Jan, je had iets als de 10 gouden regels, had je mij toegestuurd. Ik weet niet of dat een dat moeten we even bewaren dan. Die bewaren wij. Dat is ook allemaal tekst. Dat had je even toegestuurd als inspiratie voor jouw lezing vandaag. Oh ja, nou, het wordt vooral makkelijker. Dat had ik met de lijn eigenlijk zoals we nu, wat we nu voorstellen, bij ons te gaan doen. Het past wel aardig. Het wordt makkelijker, het wordt leuker, zoiets. Nou, ik mag vast verklappen, iedereen krijgt straks een paar gouden regels mee. Goed. Dan ga je nader uitgewerkt. Goed. Nou, dat was leuk dat ik de sneak preview heb gezien, maar... ik ben bijna klaar. Ja, nee, oké. Volgens mij deze. Oh ja, en dat is de laatste. Er zijn heel veel... ik dacht, ik ga niet alle voorbeelden, want dat wordt ook zo... een paar kleine... 4 voorbeeldjes die ik nog even wou noemen. Dit is de Drontensluis. Die ligt in de oude zeedijk... oude Zuiderzeedijk bij Kampen. Hier is nu het Reverdiep. Ligt midden in het Reverdiep. Dat is de nieuwe hoogwatergeul ten zuiden van Kampen. In oude rapporten kwam ik nog tegen van... die ligt daar, die gaan we gewoon slopen. Die staat in de weg klaar. We zijn nu zover dat wij hem gaan opknappen en overdragen aan de toekomstige beheerder van het gebied, Staatsbosbeheer. Die zorgt dat hier iets als een klein paneeltje komt met informatie, dat er een route naartoe loopt. Tijden kunnen gelukkig veranderen. We zijn er allemaal blij mee. Wij zijn blij als waterschap dat het een plek krijgt. We dragen het graag goed over. En Staatsbosbeheer heeft hier gewoon een object waar een verhaal aan te vertellen is. Zelfs het verhaal van de IJsselinie, die ook eerder vandaag voorbij kwam. Ook deze had daar een functie in. Ook zit je best nog een eindje af van het ponton bij ten noorden van Deventer. De caissons bedoel ik, ja. Maar goed, zo'n verhaal kun je hier ook vertellen. Dit is een heel klein sluisje bij Westerholte ten noorden van Zwolle. Dat is door. Dat was een. Eigenlijk was het niet meer als een. Het was een oude locatie van een gemaaltje. Het gemaal is verplaatst naar een andere plek. Het was nu niet meer als een krooshek. Het was eigenlijk een rommeltje, moest opgeknapt worden. Toen is ervoor gekozen om het een plusje mee te geven meteen. Dus met studenten van de Deltion-opleiding in Zwolle is er gewoon een heel leuk projectje gemaakt. De sluisdeuren zijn gemaakt, dit is allemaal gemetseld. Het heeft heel veel publiciteit gekregen. Het is gewoon heel leuk, eigenlijk voor iedereen, voor studenten om hier ervaringen op te doen. Kennis te maken met een waterschap. En ook voor een waterschap is het mooi. Dus het was een mooi projectje. We kregen laatst een vraag van het Oversticht. Dit is een landgoed. Ze willen dit water wat hier omheen zit,
in een historische waterpartij. Kijk, kan je daar iets doen met stroomsnelheid om energie op te kunnen wekken? Nou, gewoon een vraag, hè, hydroloog, dat schrijft meteen door een hydroloog. Van, nou, kun je hier iets mee, wat is de bied? En, maar het feit dat je iets met erfgoed, dat in de erfgoedwereld wordt ook gezocht. Hoe kunnen wij gewoon de moderne tijd door, duurzaamheid, energie, in combinatie met behoud van waarde. Nou, leuke vraag, wat eruit komt weet ik nog niet, maar vrij nieuw. En dit is nog even het laatste. Dit is, ik liet net het plaatje zien van dat ruimtelijk perspectief Dijken Overijssel. Dat is een boekwerkje geworden, beschrijvend, maar daaraan is nu gekoppeld een kwaliteitsteam Dijken Overijssel. Daar zitten mensen in van provincie, waterschap, maar ook van de gemeentes in West-Overijssel die een dijk hebben. En die zitten daar als een soort van kwaliteitsteam bij elkaar om een bepaalde casus op te lossen. Dus we gaan nu de dijk versterken ergens, daar rollen allemaal vraagstukken uit en hoe ga je dat goed doen. Die buigen zich over de locatie, de kaart, die gaan buiten kijken en komen tot een advies. Een advies wat vrijblijvend is, maar je moet wel uitleggen wat je ermee gaat doen. En over het algemeen wordt het waterschap geadviseerd. Nou, dat is natuurlijk best spannend voor een waterschap om dit zo toe te laten, want je moet er iets mee doen. Ook omdat de provincie uiteindelijk goedkeuring moet geven aan plannen. En die weet ook wat zo'n advies is. Misschien ga ik iets te hard, maar het heeft allemaal met ruimtelijke kwaliteit te maken. En hoe ga je ermee om? Maar ook nou, heel interessant. En dit vind ik ook een soort vliegwiel om het verhaal zoals we dat nu presenteren in ons bestuur. Om te laten zien dat het ook niet ver weg is of abacadabra. Nee, we doen het eigenlijk nu al. Maar laten we dit gewoon breder oppakken en niet alleen kijken naar een dijk, wat vrij simpel is in die zin, hè, dat is gewoon een duidelijk ding, maar ook gewoon naar je totale waterbeheerinstrumentarium. Nou, dat was het.